Het is misschien wat ingewikkeld om het hier als een soort van quiz te gaan doen. Maar uiteraard, waar iets geopend moet worden, moet een lint worden doorgeknipt. En uiteraard gaan wij nu een lint maken. Een lint van heet glas. U ziet dat Marek Efmert inmiddels de blaaspijp van de glasblazer in de smeltoven heeft gestoken. En hij heeft daar een kleine druppel glas heeft hij daarop aangebracht. Marienke die gaat zo dadelijk gaat hij hetzelfde doen. Zij gaat ook een druppel glas op de blaaspijp aanbrengen. En het idee is dan dat het een zodanige grote druppel gaat worden dat die twee druppels uiteindelijk met elkaar gaan versmelten. En als ze gaan versmelten, dan op dat moment ga ik de koningin vragen om naar voren te komen om van Jules Vernooy een echte, een heuse glasblazersschaar in ontvangst te nemen. En op dat moment het mooie, hete glazen lint door te knippen. Men heeft mij ook nog gevraagd om u één extra aanwijzing te geven. Want als je een lint knipt, over het algemeen ga je met één hand ga je knippen en met de andere hand hou je het lint vast. We zouden u willen aanraden dat niet te doen. Als ik het goed begrepen ook heb, is het ook niet alleen oranje glas, omdat het zo heet is. He, al het glas wat heet wordt, wordt oranje. Dat is natuurlijk voor vandaag een heel erg mooi moment. Maar de glasblazer, de meneer die dit allemaal bestiert, Hein van der Water, die heeft speciaal oranje glas ook meegenomen. En ik begrijp dat jullie zover zijn. Dus majesteit, mag ik u vragen om mee naar voren te komen? Dat zegt. No. Ja, fijn. Nee, het is oké. Goed, dames en heren.